Het geld van de klanten van DSW is niet gewoon veilig, maar superveilig bij de bank. Deze verzekering geeft de directie van de Surinaamse bank bij monden van de Chief Executive Officer Hanna Liuhi Gonesh en de Chief Commercial Officer Peter Nyatam. De directieleden waren gisteravond te gast in Panorama. Volgens CEO Liuhi heeft de bank in 2016 een groot verlies geleden. Het is dus begrijpelijk dat er in de samenleving veel vragen zijn over de toekomst van de bank. De CEO zegt dat de directie de afgelopen maanden zo druk bezig is geweest de tijd te keren, maar dat zij daardoor onvoldoende informatie heeft verstrekt over waar zij mee bezig is en waar de bank nu staat. Deze relatieve stilte heeft eigenlijk ertoe geleid dat anderen dat hebben opgepakt om hun eigen interpretatie daaraan te geven. En dat betreuren wij uiteraard. Ja. Er zijn zelfs verhalen in de samenleving dat wij bij de DSB een opnamebeperking hebben van 500 SRD per klant. En niets daarvan is waar. De klanten kunnen dus onbeperkt over hun tegoeden beschikken. En dat hebben ze dus ook gemerkt. We hebben dus helemaal geen opnamebeperking. De geruststelling die wij onze samenleving, onze klanten willen geven, is dat het goed gaat met de bank. En dat klanten erop kunnen rekenen dat hun geld dus veilig is bij de Surinaamse bank. We hebben deze week reeds, we zijn uitgekomen, hebben iets gezegd over het halfjaar cijfer van 2017. En dat het dus positief is. Dit positieve resultaat, ik vind het wel belangrijk om dit te zeggen, hebben wij dus kunnen realiseren. Ik schrijf het toe, volledig toe, aan de inzet van een zeer toegewijd team van DSB-medewerkers. De volle ondersteuning die we hebben gehad van onze aandeelhouders, de centrale bank en uiteraard aan onze loyale klanten. Daar zijn we dus enorm dankbaar voor. Liuhi geeft toe dat het vertrouwen in de bank een deukje heeft gehad door de aanhoudende negatieve geruchten van de afgelopen week. CMO Nyatam zegt dat de bank in de eerste helft van dit jaar een winst van 16,3 miljoen SRD heeft geboekt. De DSB beschikt over voldoende liquide reserves. Dat zijn dus cash en andere beleggingen die binnen korte termijn omgezet kunnen worden in geld. Dit betekent volgens Nyatam dat zij aan alle verplichtingen van de klanten kunnen voldoen. Wat ik u vandaag kan zeggen, is dat wat ik verwacht, is dat over enkele dagen of over enkele weken, dat de klanten zelf door zullen hebben. Dat die hele commotie, die we dus nu in feite dus zien op de media enzovoorts, dat het allemaal eigenlijk onnodig was. Dat is wat we straks zullen gaan merken. Mensen hebben ook naar hier gebeld en gevraagd. Mm-hmm. Wat hebben jullie gehoord? Moet ik mijn geld gaan lichten bij de bank? Maar u zegt dat hoeft helemaal niet. Dat hoeft helemaal niet. Het geld van deze mensen is superveilig bij de DSB Bank. De directieleden geven verder aan dat het positief resultaat is bereikt door hard werken van het team van DSB'ers. Ook zijn er maatregelen getroffen ter voorkoming van herhaling van het verlies van 2016. Volgens hun kan hardgesteld worden dat de bank niet failliet gaat en ook niet op rand van faillissement staat.